Ja, we zijn weer terug met twee nieuwe gasten. Dat betekent ook weer een nieuwe opleiding. En dat is dit keer Music Production. Wauw. Met docent Dylan Lewis en student Lisa Velda. Je kan jezelf voorstellen, maar we hebben een fantastische video. Ja. Lisa Velda. Ik zit in het tweede jaar van Music Production aan Pact in Amsterdam. Ik produceer Melodic House en Techno en dit draai ik ook. Waarom heb je eigenlijk voor deze opleiding gekozen? Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik eigenlijk ook op de middelbare al heel veel met muziek bezig was. En ik wil daar gewoon heel graag in verder. En ik zocht een plek die mij daarin kon ondersteunen en kon stimuleren. En waar je ook mensen ontmoet die hetzelfde doen als wat jij doet. En ja, dat is wel een perfecte plek daarvoor. Hey, en je zit nu in het tweede van jouw opleiding. Heb je er spijt van? Ik zit nu in de tweede en ik heb er zeker geen spijt van. De docenten zijn super aardig en ondersteunen je heel goed. En ook je klasgenoten zijn super leuk. Dus echt een goede keuze. Waar zie je jezelf over 10 jaar? Over 10 jaar zie ik mezelf wereldwijd draaien op verschillende grote festivals. En dat ik mijn eigen tracks uitbreng. Veel samenwerk met andere artiesten. En ja. We doen nu een What's in my bag, want voor deze opleiding heb je zeker veel spullen nodig. Dit is mijn schooltas en het allerbelangrijkste wat erin zit is natuurlijk mijn laptop. Die zit in een sleeve om hem goed te beschermen. Ook heb ik altijd een dopper water bij me, want je moet wel gehydrateerd blijven tijdens de lessen en daar heb je ook zeker de tijd voor. Een koptelefoon zit ook altijd in mijn tas samen met het volgende item. Mijn USB's, want soms krijg je DJ-lessen of wil je gewoon lekker zelf muziek luisteren of draaien in de studio's en dan kan dit niet ontbreken. Voor mijn laptop heb ik ook een adapter nodig. De nieuwste MacBooks hebben geen USB meer, dus die is ook altijd heel fijn om bij te hebben. En tot slot natuurlijk de oplader met kabel. Lisa Velda dus, ja. De opleiding Music Production. Je had het net over What's in my bag. Je had allemaal, zijn dat dingen die je zelf moet aanschaffen? Ja, het is natuurlijk wel handig dat je een laptop hebt om mee te kunnen nemen naar school. Heel veel werken ook op een pc, maar dat is eigenlijk in de lessen niet heel handig. Ja, voor thuis wel, maar in de lessen is het wel fijn als je op een laptop kan werken. Dus dat moet je aanschaffen. Verder hebben we geen boeken of wat dan ook. Alles gewoon lekker online en heel veel praktijk eigenlijk. Heerlijk. Koptelefoon is ook wel handig trouwens. Een koptelefoon is ook handig. Ja. En dat zijn wel dingen die je zelf. Ja, dan echt kun je gewoon aanschaffen. Lekker op school ook bezig met muziek en gewoon lekker eigen werkplek maken. Oké. Okay. Nou, dit klinkt echt als een opleiding. Geen boeken, gewoon muziek maken. Hoe schrijf ik me in, Dylan? Hoe kom ik hier? Ja, je kan mij gewoon even e-mailen. Nee, dat gaan we niet doen. Het is gewoon volgens een protocol via de website. Kan je gewoon aanmelden voor Music Production. En dan kom je in een soort vragenlijst terecht. Ja. Dat zijn allemaal bepaalde vragen die gesteld worden. En die gaan wij als docenten bekijken. En dan ga je door naar de eerste ronde. En dan komt er een soort tweede ronde. En dan komt er een derde ronde. Dus met andere woorden, het zijn heel veel rondes voordat je de opleiding mag starten. Oké. Dus het is niet van ik schrijf me in, ik zie je in september. Tot ziens. Nee, ja, weet je, het is natuurlijk een hele populaire opleiding. Dus ik heb heel veel aanmeldingen. En je moet gaan filteren. Dat is eigenlijk het verhaal. Ja. Dus je filtert eigenlijk naar de pareltjes die jij wil hebben op die school. Oké. Maar wat is dan zo'n pareltje? Waar moet ik aan voldoen? Nou, parel is eigenlijk dat je een soort eigenheid hebt. Dus op het moment als wij een track horen, we zien een motivatie van iemand die dat opschrijft. Dat je denkt van, zo, die heeft al nagedacht wat hij in de toekomst of wat dan ook zou willen doen. Ja. Dus op dat moment denk je dat zo iemand een parel is. En die ga je dan aannemen. Mm. Moet er wel blijken. Ja. Soms kun je er ook naast zitten. Ja, dat maar kan altijd. Het is gewoon het verhaal dat ik denk van, nou, dit is gewoon een gek persoon die weet wat hij wil. Let's go. Oké. En wat maakt deze opleiding dan zo populair? Nou ja, wat het is, muziek is eigenlijk een soort verbintenis van de whole world. Waar je ook terecht komt, hoor je muziek. Of nou in de auto is, Albert Heijn. Sorry, mag ik dit wel zeggen? Maar nee, we gaan even kijken of we een sponsordealtje met de Albert Precies, Heijn kunnen fixen. Dan waar dan je ook bent, je supermarkt. Maar muziek is als verbintenis. En er zijn natuurlijk heel veel jonge jongens die gewoon muziek als een uitlaatklep zien. Ja. En die denken van, oké, hier kan ik waarschijnlijk mijn toekomst mee vullen. Dus daarvoor zijn er van aanmeldingen. En het is ook zo dat het heel toegankelijk geworden is. Er komen 2 miljoen, zeg maar, tracks uit per maand op Spotify.
Dat kun je vroeger niet bedenken. Ja, 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 dat is zeker zo. Hé, Lisa, jij zit hier op school. Ja. Maar wat voor vakken krijg je eigenlijk allemaal? Je krijgt best wel veel vakken, brede vakken ook. Zoals dus ook ondernemen, want dat is ook belangrijk naast het muziek maken. Je krijgt muziekgeschiedenis een aantal periodes, dat heb ik inmiddels niet meer. Branding hebben we een periode gehad, ook van Dylan. Waarin je dus echt jezelf op de markt leert zetten. Je hoofdvak is production cycle. Daar ga je zelf je eigen tracks maken, krijg je feedback op en dan word je ook al beoordeeld. En voor de rest vakken om je theoretische kennis uit te breiden. Muziektheorie, piano, dat zijn vakken die ook heel erg helpen bij het maken van je eigen muziek. Dus die krijg je zeker ook. Wat zeiden de mensen om je heen eigenlijk? Ga je opleiding in muziek doen? Wat is dat nou? Ik weet dat ik, toen ik muziek wilde gaan maken, zei mijn moeder, ben je gek? Nee, ik moet zeggen, mijn omgeving reageerde eigenlijk wel heel leuk. Mijn ouders steunen me vanaf dag één. Dus eigenlijk was iedereen vooral heel erg enthousiast. En blij dat ik iets ging doen waar ik gelukkig van word. Dus ja. Zij dan ook. Ja, ja. En Dylan, ik hoor net van Lisa dat het gaat ook om branding, ondernemen. Dus het gaat veel verder dan alleen een beatje tikken. Dat is het eigenlijk. We hebben ook een slogan. Ja. Dat wij zeggen is van, dat is onze slagzin, van beat naar tracks. Beats zijn inderdaad gewoon inderdaad een beetje tikken, klaar, op zolder, leuk. Maar tracks, dat is echt een track wat afgemaakt is, waar je over nagedacht hebt, wat je gepromoot hebt, wat uitgekomen is. Dus dat is echt, zeg maar, de opleiding aan zich, zeg maar. Ja. Dus dat je eigenlijk van beats naar tracks gaat. En er komt zelfstandig ondernemen bij, een stukje muzikaliteit bij. Dus eigenlijk van alles, het hele pakketje, om zeg maar een waardevol muzikaal producer te worden. Ja. Dat is wat wij bieden, zeg maar. Dus echt ook gewoon van A tot Z eigenlijk. Dus echt gewoon, ik maak een beat en ik maak een track en ik weet hoe ik hem in de markt ga zetten. Ja. Eigenlijk alles. Een zelfstandig ondernemer in de muziekindustrie. Okay. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Okay. Is dat dan ook meteen het verschil tussen deze opleiding, music production en muziek? Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk het doel is hetzelfde. Iedereen wil zijn geld kunnen verdienen met zijn craft. Mm-hmm. Maar de stappen zijn anders. En muziek is gewoon puur gericht op zeg maar een instrument of vocalistisch. En natuurlijk, daar komt ook ondernemen bij. Je ziet heel vaak dat muzikanten nu ook zelf hun eigen brand gaan vormen, hun eigen ding gaan doen. Dus het heeft heel veel raakvlakken, weet je. Maar een muzikant is toch iemand die zegt van, ik heb een gitaar of een basgitaar of een drumstel. Ja. En daar ben ik gewoon de man in, snap je? Ja. En dat is het verschil. En bij een producer is het meer van in de breedte. Hij is goed misschien in piano of gitaar. Maar hij maakt gewoon muziek voor een volledige productie. Oké, mooi. En Lisa, is er iets wat jij hier hebt geleerd? Dat zouden wel meerdere dingen zijn. Is er wat je echt is bijgebleven waarvan je dacht, oh, ik wist niet eens dat het zo werkte eigenlijk? Dat is echt heel veel dingen. Ik zou zo niet echt een concreet voorbeeld kunnen noemen. Wat wel heel erg naar voren komt tijdens de opleiding en wat heel belangrijk is gewoon samenwerken, maar ook jezelf durven laten zien. Als producer zijn, zit je heel vaak een beetje opgesloten in je studio en niet zozeer altijd network, op het podium. Ja. En ja, netwerk is alles. En door je netwerk kom je ergens. En dat wordt zeker wel erg benadrukt en geleerd. Ga samenwerken met je klasgenoten. En ga op dat podium staan, ook al denk je niet dat je er klaar voor bent. Okay. Dus ik denk dat. Ja. Dus je network is je net worth. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, zonder netwerk, nee. Ja. Top. Heel belangrijk. Even tot slot, hè. Hoe ziet jouw examen straks eruit? Ik heb verschillende examens. Bijvoorbeeld ondernemen is dus een onderdeel waarbij je een factuurtje moet maken. En wat hebben we nog meer? DJ was hoor, een onderdeel. Ja, hoort er ook bij. Ja, hoort er zeker ook bij. Dus dat is een onderdeel. We hebben een DJ-examen gehad. Dat is ook een vak wat je een tijdje krijgt. Workshops. Dus ja, inderdaad. Hoe geef je een soort van les? Of en het uitbrengen van tracks? Ja, dat is zeker een hele grote. Je hebt ook in het einde van de tweede en in het einde van het eerste jaar een soort show yourself, waarbij je je gemaakte album of je gemaakte EP, want dat is een groot onderdeel van de opleiding, ga je dan presenteren. Dus dan werk je meteen in je presentatieskills en je laat je tracks horen aan je klasgenoten. Wauw. Ja. Jullie horen het hier bij MBO College Zuid, jongens. Music production, het is niet alleen een beatje tikken. Het is muziekproductie van A tot Z. Je maakt een beat, je maakt een song, je maakt een track. Je zet het in de markt en je wordt een ster. Net als deze hou haar in gedachten. Op een dag sta je op een festival. Zie je, oh my goodness, that's Lisa V. Je zag het hier als eerst.
Dank jullie wel.